weer een beetje gewoon, eigenlijk. Maar het is warm, hè? Dit broodje is warm. Oh, de eiland er al af. Ik weet niet of ik dit lekker ga vinden, hoor, though. Tot nu toe zijn we met z'n tweeën. We hopen dat dit zo blijft. Ik zei net nog volgens mij dat dit niet mijn hobby is, maar het is best wel rustgevend. We zitten hier in een kabelbaan in een heel ander gedeelte van de wereld. We zijn namelijk terug in Europa en we zijn in Georgië en we zijn in de hoofdstad, namelijk Tbilisi. Dit is onze eerste dag hier. We gaan vandaag een beetje verkennen. Daarom gaan we ook omhoog en hebben we een mooi uitzicht over de hele stad. Dus ja. Vind je het leuk om weer in Europa te zijn, Do? Jawel, het is weer wat anders dan Azië en de cultuur is weer gelijk heel anders. Mensen zijn gelijk op een andere manier vriendelijk tegen je. En ja, het is een soort andere kou dan in China, maar op zich wel weer leuk. Het is niet zo ver meer van Nederland, maar 3 uur tijdsverschil. Nu, normaal gesproken zitten we altijd in de plus 7, plus 8 van Nederland. En, ja, het voelt weer een beetje gewoon. Deze sokken hebben. Dat is dus een Georgisch gerecht. Ik weet even niet hoe het uitspreekt. Nou, ik had nog lange sokken nodig. Dat is wel waar, je had ze nog wel nodig. Maar om nou hierin rond te lopen, Do? Dat is toch grappig. Niemand ziet het toch. Nou hoor, dit is hem dan. We hebben het nationale gerecht besteld van Georgië. De khachapuri. En dat is eigenlijk gewoon brood met kaas, met ei en met boter. En dit moet je dan met elkaar gaan mengen. En dan kan je dan je brood indopen. En je kan het ook gewoon eten, los. Het is een soort van pizza bodem. Het ziet er wel echt heel erg lekker uit. Even, jij bent nog niet zo heel erg overtuigd over dat ei wat daar in het midden ligt. Maar ik denk dat het wel lekker is. Zullen we het proberen? Ja. Wacht, ik moet het eerst roeren. Maar het is echt rauw ei. Kijk, dit is de boter. Nee, het is geen rauw ei. Het is wel rauw. Maar het is warm, hè? Dit broodje is warm. Oh, de ei loopt er al af. Ik weet niet of ik dit lekker ga vinden, hoor, Do. Het is een soort soepje wat het wordt, hè? Kijk. Het is een soort soepje. Ik ben nog niet overtuigd. Wacht, laten we het proberen. Hoe ga je dan? Hem? Ja, wel lekker. Ik doe wel dit uit, anders is het helemaal makkelijk in doen. Vanochtend zijn we met de minibus vanaf Tbilisi naar Gori gegaan. En dan zou je zeggen, Gori, wat heb je daar te doen? Nou, er is eigenlijk maar één reden waarvoor je naar Gori komt. En dat is de man die achter mij staat. Namelijk Jozef Stalin. Hij is hier geboren. Hierachter staat zijn huis. Aan de andere kant staat het museum. En dat gaan we nu bekijken. En het sneeuwt trouwens. Dat is ook de eerste keer. Dit is dus het huis, tenminste dat denken we, van Jozef Stalin. Er staat namelijk nergens Engelse informatie bij. Do vindt het ook heel mooi, maar is meer bezig met zijn nieuwe vrienden hier. En het is heel koud, dus we gaan even kijken. Hij luistert op zich wel goed, Do. Probeer eens hem te laten zitten. Zit. Sit down. Nee, helaas. Ga
gaan we in een minibus terug naar Tbilisi, want het is erg koud buiten. En ja, dit is een beetje de manier hoe je hier vervoert, geloof ik. Ze hebben wel een trein, maar ja, iedereen gaat hier gewoon met minibusjes. En dat is op zich prima. Lekker warm en gezellig. Het is onze laatste dag in Georgië, want vanavond pakken we de nachttrein naar Azerbeidzjan. Naar Baku. En dat moeten we trouwens even uitleggen, want we waren eerst nog van plan om wat meer te gaan rondreizen in Georgië. Alleen januari is nogal een maand van onverwachte weersomstandigheden en ook heel veel wegen zijn afgesloten of kunnen in één keer worden afgesloten zonder reden. En toen waren we gisteren... Wel met een reden, er ligt dan gewoon heel veel sneeuw op. We waren gisteren bij de busstation en waren we aan het kijken naar bussen die richting het gebergte gingen. En die stonden er eigenlijk niet. Op internet was ook niks te vinden. En het was nogal heel erg chaotisch. En ik moet ook eerlijk zeggen, wij met Tbilisi hebben nu al één keer echt heel overduidelijke zakrollen van ons af moeten slaan. En als je dan met heel erg veel spullen op een heel druk gebied loopt waar ze geen Engels kunnen en waar er niet echt duidelijk zit aangegeven waar de bussen heen gaan, hebben we gewoon besloten om maar gewoon voor Georgië te laten voor wat het is. En vanavond door te gaan dus naar inderdaad Azerbeidzjan. Hoi, we zitten in de trein. Het is ons gelukt. We hebben een 4-persoons cabine. Tot nu toe zijn we met z'n tweeën. We hopen dat dit zo blijft. De trein gaat denk ik over een kwartiertje vertrekken en dan gaan we naar Baku. Het gaat ongeveer de hele nacht duren. Dus ik hoop dat we lekker kunnen slapen en morgen fris en fruitig aankomen aan de andere kant van de grens. Goedemorgen, we zijn in Azerbeidzjan. Ja. Het is ons gelukt. Dit was echt een hele lekkere nachttrein. Wel heel erg warm, maar ik heb denk ik voor het eerst een volledige nacht gemaakt in een nachttrein. Het is nu 8 uur, ik denk dat we over een half uurtje, 3 kwartier zijn. Wat gaan we dan doen even? Het is zondag, we zijn weer helemaal bijgekomen van de nachttrein en vandaag is het dus tijd om Baku te gaan verkennen. En Eva zat net al, toen we hierheen liepen, al een heel programma te vertellen. Goed programma? Mm-hmm. Mooi zo. Dat gaan we vandaag doen. En vandaag is ook een bijzondere dag in Azerbeidzjan. Want vandaag is het 20 januari. En dat is hun nationale herdenkingsdag. Heeft alles te maken met de Sovjet-Unie die gewelddadig deze stad binnenviel. Ergens in de jaren 90. Ik weet niet precies het jaartal. Maar dat herdenken is hier heel groot. Dus daar gaan we vandaag heen. Ik ben wel heel nieuwsgierig daarnaar. Maar nu is het eerst tijd om ontbijt te gaan vinden. Oké, het heeft even geduurd. Maar het is gelukt. We hebben brood. Warm brood. Chocopasta. En we hebben zelf stroopwafels. Dat is iets smakelijk. Ik weet niet wanneer het begint. Ik dacht 12 uur, maar we zien zoveel mensen hier al. Ja, maar we mogen ook niet omhoog. Dus we zijn een beetje bang dat onze planning nu in de soep loopt. Maar goed, daar zie je de beroemde Flame Towers van Baku. Meer dan dat wil ik er even niet over te vertellen. Weet jij nog een leuk feitje daarover doen? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, zoiets... ze geven geen licht s'nachts. Nee, tenminste, dat hadden we verwacht. Maar gisteren gaven ze geen licht. Maar nu ik er zo over nadenk. Omdat dat Sovjet-geval was in de nacht van 19 op 20 januari. Misschien dat daarom de gebouwen gisteren geen licht gaven in het donker. Dat zou kunnen. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen, ja. Nou, dat was de 1 minuut stilte. Nou, onze planning is omgegooid. We kunnen nog niet naar boven op de berg, want de ceremonie is bezig. Of nou, in ieder geval, we mogen er niet heen. Dus plan B is, we gaan naar het tapijtenmuseum. En zoals je ziet, ziet zelfs het museum er een beetje uit als een tapijt. Het ziet er best wel cool uit. We zijn nog nooit naar zo'n soort museum geweest. Dus dat gaan we nu maar doen. De camera mag niet mee, dus het gaat even over op de telefoon van Dominique. We gaan omhoog.
zo een beetje rondkijk bij die tapijten, denk ik dat het niks voor mij zou zijn. Wat een geduld moet je ervoor hebben, zeg. Ik denk dat het meer een werkje is voor Eva, die heeft net wat meer geduld dan ik. Kom jou vanavond weer ophalen, oké, Do? Ja, is goed. Ik zei net nog volgens mij dat dit niet mijn hobby is, maar het is best wel rustgevend. En het is ook best wel leuk. Hij doet het best goed. Ja, ik ben normaal niet zo heel goed in handarbeid en in knutselwerkjes maken, maar dit gaat mij nog wel aardig af, ja. Waar je dan die jongen staat, maar ik heb het even. Is het white? So far. Is het makkelijk zo ver? Er liggen dus een paar interessante dingen rondom Baku. En daar kun je wel heen komen met het openbaar vervoer, maar dat is heel veel gedoe. Dus vandaag hebben we besloten om het op de luxe manier te doen en gewoon een tour te boeken. En nu zijn we bij Gobistan. Hiervoor waren we bij de moddervulkaan. Dat was best wel bizar om te zien. Dat hebben ze ook in IJsland. Maar dit zijn de enige moddervulkanen in de wereld waar je je hand in kan doen. En dan is het gewoon koud en in IJsland is het warm. Dat was best wel vet om te zien. Wel heel erg koud. En nu zijn we dus bij Gobistan. En dit zijn rotsen die duizenden jaren oud zijn. En er zijn allemaal tekeningen ingekerfd van de mensen die toen leefden. En daarachter, dat zijn de oudste tekeningen. En die zijn meer dan 17.000 jaar oud. En we moeten er, als het goed is, twee vrouwen in kunnen zien. Zonder hoofd, maar die wel zwanger zijn. Maar ik kan het nog niet zien. Ik zie trouwens wel daar een stier. Dat is dan wel duidelijk te zien. Heel veel godtekeningen zie je ook gewoon heel veel grotten met een soort van, ja, hoe noem je het, gaten erin. Het is allemaal omdat het vroeger kwam hier de Kaspische Zee, wat eigenlijk een meer is. Je zit er nu heel ver daarachter. Maar vroeger kwam de zee dus helemaal tot hier. En over de jaren heen, duizenden jaren, is het zeeniveau veranderd. En daarom zie je ook op allemaal verschillende plekken hoog en laag rotstekeningen. En je ziet dus ook van dit soort overblijfselen van het water wat tegen de rotsen aan heeft gestroomd. Dus ja. Dit is wel echt heel raar om te zien. Dit is een van de vier natuurlijke vuren in de wereld waar het vuur continu blijft branden door het gas in de grond. Dit heet Janar Dag. En het is vooral lekker warm op zo'n koude dag als deze. En het verhaal is dus niet precies bekend hoe het is gebeurd. De een zegt dat een man ooit zijn sigaret hier heeft laten vallen en dat het sindsdien is blijven branden. En een ander zegt dat ook Marco Polo, de ontdekkingsreiziger, dit al zag in zijn boeken. Dus eigenlijk weet niemand precies hoe dit is ontstaan. En ja, het is dus een beetje. Het fabeltje is in ieder geval dat iemand zijn sigaret dood heeft laten vallen en dat het nu blijft branden continu. Maar het is wel lekker. Marshmallows? Ze branden weer, de Flame Towers. Eerder deze vlog hadden we gezegd dat ze niet branden. Nou, dat had alles denk ik te maken met die herdenking. En nu branden ze weer, de vlag van Azerbeidzjan. En daarmee komt dus ook gelijk een einde aan deze vlog. Want vanavond gaan wij Azerbeidzjan weer verlaten. En gaan we naar een buurland toe van Azerbeidzjan, namelijk Iran. Daar gaan we heen vliegen. Dus wij gaan ons nog even een paar uurtjes vermaken hier. Tot zover deze vlog. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. We hebben ook Facebook, rugzakreizigers. Ik wilde bijna zeggen jaar van de wereld, maar dat waren we. De rugzakreizigers. En tot de volgende vlog en daarin hopelijk alles over Iran.